Nederland stapt over op groene waterstof. En dat is goed nieuws, want zo vergroenen we onze samenleving. Maar wat is groene waterstof en hoe zorgen we ervoor dat groene waterstof ook echt groen is? In deze video leggen we dat uit. Waterstof is cruciaal om onze economie schoon en duurzaam te maken en zo klimaatverandering tegen te gaan. Want waterstof kan fossiele brand- en grondstoffen zoals kolen, olie en aardgas op een duurzame manier vervangen. Nou, dat klinkt ideaal, maar er zitten helaas ook nadelen aan. Want als we niet opletten, stappen we over op fossiele waterstof in plaats van groene waterstof. De vraag is dus, hoe zorgen we ervoor dat waterstof ook echt groen wordt? De Green European Foundation en wetenschappelijk bureau GroenLinks, de denktank van GroenLinks, hebben hierover een helder rapport geschreven. En in dit filmpje leggen we de kern van ons rapport uit. Wil je nou het hele verhaal? Download het dan op onze website. En ook wel goed om te weten is dat het rapport over groene waterstof een vervolg is op ons rapport over groene industriepolitiek, waarin we uitlegden hoe we een schone, groene industrie in Nederland kunnen bouwen. Want die groene industrie kan niet zonder groene waterstof. Nou, en ook dit rapport kun je downloaden op onze website. Waterstof is een gas. En de bouwstenen komen heel veel voor. Ongeveer 2/3 van alle moleculen op aarde bevat 1 of meer waterstofatomen, zoals bijvoorbeeld water of methaan, wat weer in aardgas zit. Maar pure waterstof, dat komt nauwelijks voor. Dus wie waterstof wil gebruiken, dan moet je het gewoon gaan maken. Er zijn verschillende manieren om waterstof te produceren. En we noemen hier de 3 belangrijkste. Grijze waterstof ontstaat als fossiele brandstoffen, zoals aardgas of kolen, worden ontleed in koolstof en waterstof. Dit is niet duurzaam omdat bij dit proces het broeikasgas CO2 vrijkomt. Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier gemaakt als grijze waterstof, maar het grootste deel van de CO2 wordt opgeslagen. En dat kan bijvoorbeeld in lege gasvelden onder de Noordzee. En blauwe waterstof is een stapje vooruit, maar het is nog niet echt duurzaam. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een light sigaret. Het is ietsje minder ongezond, maar gezond is het bepaald niet. En dan is er ook nog groene waterstof. En groene waterstof is wat we nodig hebben om klimaatneutraal te worden. Groene waterstof wordt gemaakt uit water met een proces dat elektrolyse heet. Elektrolyse vereist elektriciteit en als deze groen is opgewekt met bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen, dan heb je groene waterstof. En daar komen dan geen broeikasgassen vrij. Maar hoe kunnen we waterstof gebruiken? Dus met andere woorden, wat heb je er nou eigenlijk aan? Nou, je kunt waterstof verbranden, bijvoorbeeld in een raketmotor of in een cv-ketel om je huis mee te verwarmen. Maar daarnaast kun je waterstof ook in een zogeheten brandstofcel stoppen. En dan komt er elektriciteit en zuiver water uit. En zo zou je bijvoorbeeld zeeschepen of auto's kunnen aandrijven. Nou, tot slot is waterstof ook nog een grondstof die veel in de industrie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om kunststoffen of kunstmest te maken. Nou, tot zover de basics van waterstof. Maar zoals gezegd zit er ook nog wel wat nadelen aan waterstof en zelfs aan groene waterstof. En daarom is het belangrijk dat we de overgang naar waterstof goed aanpakken, zodat Nederland en de wereld ook echt schoner worden. Blauwe waterstof wordt dus geproduceerd met fossiele brandstoffen, waarbij het grootste deel van de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen onder bijvoorbeeld de Noordzee. Opgeruimd staat netjes, zul je misschien denken, maar helaas is dat niet zo. Want ten eerste is het niet eerlijk voor onze kinderen en kleinkinderen. Want eigenlijk schuiven we ons afval onder het tapijt en dan zeggen we, oh ja, lieve kinderen, onder het tapijt ligt nog wat troep en zorg vooral dat het daar blijft liggen, anders hebben jullie een groot probleem. Dat is gewoon niet netjes. En ten tweede kost de infrastructuur en de techniek om CO2 onder de zeebodem te stoppen, die ook wel CCS wordt genoemd, heel veel geld. En wanneer er dan over 1 jaar of 10 meer groene waterstof is, dan kunnen bedrijven zeggen, ja weet je, die infrastructuur dat kostte zoveel geld en wij kunnen het eigenlijk nog jaren gebruiken, dus het is doodzonde om dat niet te doen. Daarom blijven wij nog even blauwe waterstof gebruiken in plaats van groene waterstof. En op die manier vertraagt blauwe waterstof de opkomst van groene waterstof. Het is net als een roker die zegt, maar ik rook nu light sigaretten, dus ik kan nog wel even wachten met stoppen. Dat is niet slim, je moet gewoon stoppen met die troep. Maar toch zijn wij niet falikant tegen blauwe waterstof. Want in de overgangsfase kan blauwe waterstof wel degelijk een rol spelen. Want het kan nog wel 1 jaar of 20 duren voordat er echt voor iedereen of voor alle toepassingen genoeg groene waterstof is.
En als we dan pas overschakelen op waterstof, zijn we eigenlijk veel te laat met het ombouwen van onze huidige fossiele fabrieken of het bouwen van nieuwe fabrieken die op waterstof draaien. Dus blauwe waterstof mag tijdelijk, maar wel onder strikte voorwaarden. En ik noem de belangrijkste. Ten eerste, het moet gaan om bestaande grijze waterstofproductie en niet om nieuwe installatie. Ten tweede, minimaal 90% van de CO2 die vrijkomt bij de productie moet worden opgeslagen. En ten derde, moet de opslag onder de zeebodem veilig zijn. Nou, in ons rapport gaan we hier uitgebreider op in. Dus als je meer wilt weten, download het op onze website. Een Belgische wetenschapper die zei eens, groene waterstof is als champagne. Het is fantastisch en heerlijk, maar het is erg duur en daarom alleen geschikt voor bijzondere gelegenheden. Nou, dat is eigenlijk de spijker op zijn kop. Want zoals gezegd kost de productie van groene waterstof veel groene energie en dus veel windmolens en zonnepanelen. En daarnaast gaat er helaas veel energie verloren bij het omzetten van waterstof in elektriciteit. Dus waterstof is gewoon heel schaars en kostbaar. Maar ondertussen zijn er heel veel bedrijven die aan de slag willen met waterstof. Zo zijn er plannen voor vliegtuigen die op waterstof vliegen of woonwijken die van aardgas overstappen op waterstof. En je kunt zelfs een waterstoffiets kopen. Nou, sommige van die toepassingen kunnen eigenlijk best zonder waterstof, maar andere juist weer niet. Bijvoorbeeld Tata Steel, hier achter mij, kan zonder waterstof niet duurzaam worden, terwijl we echt met z'n allen staal nodig hebben, bijvoorbeeld voor windmolens of spoorrails. Is het daarom niet logisch dat de belangrijkste toepassingen voorrang krijgen? Nou, wij denken van wel. En daarom moet je bepalen wie dan voorrang krijgt. En dat doe je met een waterstofladder. Bijvoorbeeld deze van milieuorganisatie Natuur en Milieu. En door middel van enkele vragen kun je dan bepalen welke toepassing van waterstof bovenaan de ladder komt en welke niet. Ik noem de twee belangrijkste vragen. De eerste is er op termijn een duurzaam alternatief beschikbaar? Als er geen alternatieven voor waterstof voorhanden zijn, krijgt deze toepassing een hoge plek op de waterstofladder. Nou, neem staal. Zoals gezegd kunt staal alleen groen worden met waterstof. En daarom verdient groen staal een hoge plek op de waterstofladder en krijgt het voorrang. De tweede vraag is de toepassing van waterstof efficiënter dan het alternatief? Want alternatieven die efficiënter zijn en dus minder energie kosten, verdienen de voorkeur boven waterstof. Een elektrische auto verbruikt bijvoorbeeld minder stroom dan een waterstofauto. En daarom moeten we inzetten op elektrische auto's en niet op waterstofauto's. Om groene waterstof te maken heb je nodig zoet water, veel zon of wind en veel ruimte om zonnepanelen en windmolens op te plaatsen. Nou, een aantal van die zaken die hebben we in Nederland wel in overvloed, zoals wind en zoet water. Maar ruimte en zon hebben we juist weer niet zo heel veel. Terwijl andere landen als bijvoorbeeld Marokko, Namibië, Chili, Australië of Saoedi-Arabië, die hebben dat juist weer wel veel. Het is daarom ook efficiënter en goedkoper om een deel van onze groene waterstof uit dit soort landen te importeren dan alles hier in Nederland of Europa te maken. Dat betekent dat de import van groene waterstof een goed idee is. Maar helaas zitten er ook nadelen aan import en daarom moeten we een aantal dingen goed regelen. Ten eerste, we moeten voorkomen dat we afhankelijk worden van een handjevol leveranciers. Voor ons aardgas zijn we nu afhankelijk van Vladimir Poetin en dat is op zijn zacht gezegd riskant. We moeten daarom groene waterstof uit meerdere landen halen en we moeten ook zelf waterstof produceren in Nederland en Europa. Ten tweede moeten we voorkomen dat de lokale bevolking de dupe wordt van de productie van groene waterstof. Veel mensen in bijvoorbeeld Nigeria die hebben grote last van het oppompen van de aardolie die wij gebruiken. En dat is onacceptabel. Dus als er bijvoorbeeld in Afrika zonneparken worden gebouwd voor onze groene waterstof, dan moeten we zorgen dat de lokale bevolking het er mee eens is en ervan profiteert. En ook de natuur mag er niet onder lijden. Er moet dus een soort fair trade label komen voor groene waterstof. Nou, dit is in een notendop onze visie op groene waterstof. Wil je meer weten? Download dan ons rapport. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze op wbgl.nl/waterstof. En abonneer je op onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van ons werk. Bedankt voor het kijken!